dit wordt een nieuwe experience, jongens. Ja. Dus auto wassen met textiel. Met textiel, wauw. Dus daar gaan lappen aan te pas komen, denk ik. Ja. Moet even die halen. Ja. Even kijken of we dat even eerst kunnen doen. Zo. Leuk wasstraatje. Ja, de buurtwasstraat. Basic wash alsjeblieft. Kan ik pinnen? Nee. Heb jij cash? Ik heb cash. Even kijken. Hoop ik. Ja. Zit ik al vast? Ja, ik zit vast. Dankjewel. Doei. Kijk, hopsa. Nou, hoe gaan we dit doen, jongens? Ah ja, zou dat maar. Kijk, we hebben echt helemaal goed afge. Ja, hier gaat het met de hand. Ja, iets meer aandacht hier, hoor. Ja, inderdaad. Ja, toch een beetje een persoonlijke touch, merken ja. We hier toch? Ja. Zal ik al beginnen? Ja, feedback. Oké, okay, feedback. Even kijken. We werden geretweet door Mozilla NL. Echt waar? Dat is een Twitterkanaal. Ik weet niet of het een officiële is, maar al echt heel erg leuk. En we hadden ook een reactie op de vraag of er nog wel web kunstenaars zijn. Van onder andere Frank. Daar werd best veel op gereageerd. Er werd heel erg veel op gereageerd. Ja. Dat was echt super tof. Ja. Dus Frank Kloos die had allemaal toffe kunstenaars. Waaronder eentje die reageerde zelfs. Ja. Zelf. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja. Ik vraag me af, zullen we die dan ook opnemen? Zo van dat mensen daar dan zelf naar kunnen kijken? In de wasstraat show notes of op de website dus. Hoe bedoel je? Nou, je kan die links van Frank, die kan ik erop zetten. Tuurlijk. Ja. Ja. Ja, okay. Nee, hartstikke leuk. Dat is trouwens misschien wel leuk voor jullie om te weten, want de video is natuurlijk niet alles. Wij maken ook een leuk verhaaltje erbij, of tenminste dat doet Vasilis. Maar we zetten er ook een heleboel links erbij. Ja, ik had ontdekt dat mensen die niet weten te vinden, die staan ook helemaal onderaan de pagina. Ja. Ik zit dus ook te denken aan een table of contents bovenaan de pagina. Ah, oké. Okay. Dat er ook staat, want er staat heel erg veel op zo'n pagina. Ja. Het is een hele lange pagina. Ja, maar het is ook heel leuk om te lezen eigenlijk. Ja. Of tenminste, vind ik altijd. Ja. Dus ik zit te denken, dat kan ook geautomatiseerd worden. Dat kan lekker met JavaScript. Ja. We hoeven dat niet handmatig te doen. Nee, inderdaad. Want dit vind je vandaag op... Nee, er zijn sowieso wel meer dingen niet gevonden worden. We zitten bijvoorbeeld... De audio staat ook helemaal onderaan. Ja, 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 er was iemand die zei... Ik had de tip. En je kan de... Hier is die ook luid. Ik had de tip, als je nou korter dan 1 uur in de trein zit, ja. Dan kan je de wasstraat ook versneld afspelen. Oh ja, inderdaad. Zodat het net wel past. Ja. En toen zei iemand, ja, maar dan wil ik graag de wasstraat in audioformaat. En die bestaat gewoon. Dat bestaat. Ja, je kan hem sowieso vinden op SoundCloud, op iTunes, dan heet het audio erbij. En er is ook een... hier wordt het droog geblazen ook. Kijk eens. Wat een gaaf ding. Fantastisch. Ja. Maar dan krijg je staan wieltjes op het raam. Ik weet niet wat je mist. Hup, daar gaat hij. Dat is een leuk ding, Nate. Hij is eigenlijk veel leuker. Ja, precies. Kijk dit dan. Hier, we kijken. Hier worden we krijgen wel een... Dit is een soort van Muppet scène, joh. Ja. Heel grappig. Maar we zitten dus op iTunes, maar ook op Stitcher voor de Android-gebruikers. Die doen dat, die gebruiken Stitcher Radio.
En wat hebben we nog meer? Nou goed, nog veel meer. En, oh ja, de 9e. De 9e gaan we in de creative space van Design Thinkers Group. Gaan we dus een viewing houden van de volgende wasstraat waarschijnlijk. Ja, niet deze, maar die dan. Nee, dus dan... Je gaat hem ergens neerzetten? Nee, ik ga het gewoon terug. Hé, hey, ik dacht misschien nog eventjes de camera erop zetten. Oh, ja. Dan zet ik hem hier even neer. Klein detail. Dit is een leuk plekje. Dus we zitten de 9e... waar zitten die ook weer? Aan ik heb geen idee. Komt op de website. Komt op de site. Design Thinkers. Ja. Oké, dan nu de camera. Waar zit dat ding? Een viewing van wat we doen. Ja. Ik vind het al verschrikkelijk om naar te kijken. En dan ga ik er ook nog naar kijken. Terwijl ik in het publiek zit. Dat wordt helemaal erg. Maar ook wel weer grappig. Ik had nog wel een laatste puntje. Oh, ja. Of moeten we nog meer over de feedback? Nee, dat was het. We hebben de afspraken en de feedback. Oké. Okay. Ja, nee, dat was het inderdaad. Zo. Oh ja, nu hoor je me inderdaad. Dus ik had nog een puntje en dat ging over... eigenlijk over dat samenwerken.